harte welkom bij een nieuwe aflevering van 11 Sport. Ik ben Olaf Simons. Ik sta in Ruiver en hier staat een wel hele bijzondere derby op het programma. De derby van de gemeente Bezel. En we hebben het natuurlijk over Ruiver tegen Bieslo. En beide derpen is natuurlijk al weken uitgekeken naar deze wedstrijd. Hoeveel meer op het spel staat dan de drie punten. Vorig jaar won Ruiver deze wedstrijd met 1 tegen 0. In een knotsgekke wedstrijd met heel veel rode kaarten. Maar zo druk als dit jaar was het toen niet op Sportpark Dijkerhof. Zo'n 700 man zien de twee elftallen het veld opkomen. En dan zijn er zoals we die al hoe het profvoetbal kennen, hand in hand met de jongste blagen van de voetbalclub. En zo zijn de voortekenen al heel gunstig voor een leuke derby. Veel publiek. En natuurlijk altijd bijzonder die twee buurdorpen. Hij heeft veel gescheld of Ruiver. Hij heeft promotie gepakt en dan was deze wedstrijd dit jaar natuurlijk nooit doorgegaan. En het is natuurlijk altijd mooi om een klasse hoger te spelen, maar vandaag denk ik dat iedereen blij is dat deze wedstrijd op het programma staat. De aftrap is geweest als Ruiver al de eerste corner van de wedstrijd route heeft gehaald. Natuurlijk in de oranje shirts. Je kunt de bal veuren, dat is de eerste kopbal van de wedstrijd. En die gaat hoog over de goal van keeper Moust van Bezel. Aanval voor Ruiver wordt gestuit en meteen de opening van Bieslo naar de zijkant. Mooi metgenomen dit, moet de voorzet komen. Daar is boetespel gegeven, maar niet gefloten door de scheidsrechter. En dus staat keeper Roy Hendricks op de goede plek om een treffer te voorkomen. Diepe bal, daar is Pim Reijnen. Oh, wat gebeurt daar? Daar gaat het even mis tussen Pim Reijnen en keeper Moest van Bieslo. Het zit vooral heel grappig goed, maar dat zal de keeper van Bieslo niet meer begint zijn. Reijnen probeerde Vermeer te springen op het moment dat de keeper omhoog komt met de bal. Geen opzet natuurlijk en gelukkig kunnen beide spelers verder. Voorzet kan weer weggekopt en kan Bieslo eruit komen, maar dan is er een overtreding, lijkt mij. Dan komt er ook een gele kaart aan. De eerste van de wedstrijd is voor Ruud Segers van de Ruiver. Het was geen helle tackle of zo, maar met die snelheid toch gevaarlijk. Mooi metgegeven, daar komt de voorzet denk ik. Goed verdedigd van Ruiver en dan wordt aanvuurder Noud Schoolmeesters van Bieslo door toch nog in de cornergoed. Even alle hands aan dek achterin bij Ruiver dus. Daar is de kopbal en de redding! Enorme kans was dat voor Luc Meerts, die was met naar voren gekomen. En de redding is minstens zo prachtig van Roy Hendricks. En je gedaan dit. Mag even maar met. Geen doelpunt. Wel nog een corner voor Ruiver. Er zijn beide ploegen af en toe gevaarlijk in die eerste helft. Echte grote kansen zijn het nog niet, maar de bal hoeft natuurlijk maar een keer binnen te vallen. Mooie diepe bal, daar is de kans en de redding. Keeper Te Moust voor Kumbe een treffer. Ruiver in deze fase gevaarlijker. Zoek nadrukkelijker de aanval. Het shot is van Pim Reijnen. Dus zich even los te maken van de tegenstander. Mooie diepe bal en die is net Gette Sjerbe aangesneden, waardoor dat Ron Zille niet bij de bal kost komen. Dit is Jasper van de Boel en dat is moeilijk van de bal te zetten. Van de Boel, Homer Azoet en de redding. Daar hij keeper Roy Hendricks toch nog even meuten met dat shot van Jasper van de Boel. Een gevaarlijk shot dus van de goaltjesdief. Van Bezel. Hier raakt dezelfde speler de bal kwijt, Jasper van de Boel. En op een gevaarlijk punt Ruiver geen geliegende aanval. Het shot, dat wordt geblokt en komt dus in de hein terecht van keeper Te Moust. Bieslo kan het zich niet permitteren om dit soort fouten te maken tegen deze tegenstander.
het Rijmaarsweg. Uithalen van shot, geen ruimte voor. Bal nog doorgezet. Dat was de kans. Het shot en dat gaat binnen. Het 1-0 voor Ruijver wordt gescoord door Bram Smeets. En opnieuw zo'n dreigende aanval van Ruijver. Rond de 16 is uiteindelijk Bram Smeets degene die het heugske witte vinje. Achter keeper te Moust. De hoogte is niet in zo makkelijk. Maar het shot is genoeg voor de eerste treffer van de wedstrijd. Ruijver op voorsprong. Vlak voor rust. En dat zou dan ook tevens de ruststand zijn. Dus gaan we de tweede helft in met een voorsprong voor Ruijver. Bieslo is koploper in die vierde klasse E. Maar Ruijver is sterker deze wedstrijd. Dit is Pim Reijnen. Dat is de kans en de redding van keeper Tim Moust van Bieslo. Nu balverlies en dan kan Ruijver er weer uitkomen. Ja, Ruijver wordt sterker ook in die tweede helft. De voorsprong is op dit moment helemaal terecht. Zeuken naar de tweede treffer. Nu dan misschien. En goed verdedigd dit. Speler van Ruijver. Hij door geen kans om bij de bal te komen. Ruijver blijft doorjagen op de helft van Bieslo. En dat heeft succes. Jawel. Nu dan. Actie van Pim Reijnen. Geen boeten om zijn man. Moet de voorzet komen. Aafke lag overstapje en is door de treffer. Daar is door de 2-0 voor Ruijver. Het is aanvoerder Donny van de Weide. Hij scoort de tweede treffer voor Ruijver. Het is 2-0 na een prima voorbereidende actie van Pim Reijnen over de rechterflank. Goed kieken, afliggen. Ja, en daar staat de man Vrieden en binnen moet zitten. Bezo kansloos tegen deze aanval van Ruijver. De vertreding van Pim Reijnen, dat kreeg toch heel veel. Liek me een beetje verdreven van deze scheidsrechter. Af en toe gaat geel kaarten, is natuurlijk niet erg. Maar het is absoluut geen onfaire derby. Het is een leuke wedstrijd. En daar past het niet bij om zoveel kaarten te gaan strooien. Weer het doorjagen van Ruijver. Ja, ga maar door zou ik zeggen. Daar komt de kans aan. Rowan Koppers 2 tegen 1. Geet er zelf. Jawel, hij geet zelf. En daar komt de treffer aan. Het is de 3-0 voor Ruijver. En dan is deze wedstrijd gespeeld. Vooraan in die tweede helft de beslissing. En de felicitaties zijn terecht. Goed doorjagen van Rowan Koppers. Verdediger van Bieslo de zich zomaar de ballen daar afpakken. En de keeper goed gespeeld. Vrij doelpunt van Ruijver, 3-0. En bij Bieslo kunnen ze het niet geluiven. Zo hadden ze zich deze derby natuurlijk niet voorgesteld. Werd het dan nog erger voor Bieslo. Dat was de kans en veel langs geschoten. Het afstandsshot gaat veel langs. Bieslo op zoek naar een eretreffer. Heel af en toe komen ze nog voor de goal van Roy Hendricks. Maar het geluif liep een beetje te ontbreken bij Bezel dat dit nog goed gaat komen. En weer de fout achterin. Oei oei, Bezel, waar ben je mee bezig? Daar komt de 4-0. Weer de keeper goed gespeeld en daar komt er binnen getikt. Nee, dit kan niet. Op het laatste moment nog verdedigd. En Pim Reijnen is een doelpuntje wel gegund, maar dat ding Bieslo angers over. De vertraging op een gevaarlijke plek. Danny Sille werden ongeroet gehaald. En dus de vrije trap voor Bezel. Ron Sille meldt zich daarvoor. Mooi getrapt. Ook nu heeft keeper Roy Hendricks moeite om bij de bal te komen, maar tot nu toe heel tot de nul. Nou, het schoolmeesters. Voorzet en weggewerkt. Ruijver moet opletten dat Bezel niet alsnog de eer kan redden. Twee spelers op de grond, maar het spel gaat verder en de kopbal. En bij Ruijver maken ze zich daar dan even kwaad over dat Bezel doorgaat met de aanval, maar geeft ze ongelijk. Het
de snelheid hier aan de zijkant. Mooie actie. Daar is de treffer. Nee. Oh. Dat was bijna invaller. Jaime Squerdo. Bij de 4-0. Overtreding. Tot twee maal toe zelfs. Twee overtredingen vlak achterin. Ja. Ze kregen er toch maar een vrije trap voor. Maar dit is wel heel opvallend. Twee spelers tegelijkertijd geblesseerd naar de grond. Gelukkig kunnen ze allebei verder. Al natuurlijk nog de vrije trap voor de Ruiver. De Ruiver en de redding is van Tim Moust. Komt er nog een vierde treffer deze wedstrijd? Overtreding van Sjors Verkoelen. Ook hij kreeg een gele kaart. Overtreding op spits Jasper van der Boel. Bal draait in, wordt weggewerkt. Hieslo in balbezit. En dan wordt er hens gemaakt door een speler van Ruiver. En dan zeven opnieuw in een vrije trap op een gevaarlijke plek. Nou, het schoolmeesters. Oeh, mikt de bal neven. Keeper Hendricks bleef staan. Maar Bisto scoort niet de eretreffer. En zo tikt de tiet langzaam weg. En klinkt het laatste fluitsignaal. Ruiver wint de topper in de vierde klasse D. Van een ontgoocheld Bisto met 3-0. En dan met pak Ruiver de koppositie over in die klasse. Zij het dat Bisto nog één wedstrijdje minder heeft gespeeld. Ruiver is op dit moment de sterkste ploeg van de gemeente Bezel. Ja, dat is ook een groot verschil tussen Ruiver en ik vandaag, heb je geen idee. Ja, buurlijk. Zo is het inderdaad een groot verschil in. Ik denk inderdaad, we mogen eigenlijk niet gezag weer, maar passie en strijd. We hebben het echt afgelacht tegen Ruiver, die waren veel feller. Elk duel weer. Ja, dan kreeg ze niet zoveel kans als ze hoopt. Ja, dan kan ze ook niet echt veel scoren. Dus Ruiver prikt er 3 in. Ja. Steeds ze met 0 punten, dat is jammer. Eerst zelf goede kansen gehad. Ook een paar kansen moeten toe zijn helaas. Maar tweede helft hebben we het klasse opgepakt en fantastisch gedaan, vind ik. En inderdaad weinig weggegeven gedurende de hele wedstrijd. Ja, vind ik ook. We hebben 1 of 2 kansen in de eerste helft. In de tweede helft vrijwel niks. Dus het is zo'n ploeg. Ja, en zeker zo'n derby, daar leven ze natuurlijk naartoe. Ja, en dan valt dit tegen. Dat valt zeker tegen. We hadden er veel meer van verwacht. En ik denk ook dat iedereen wat meer wilde. Maar ja, het zoot er vandaag dus niet in, zo blijkbaar. En dat is jammer. Tegen de koploper, tegen Bezel, hè? Dat is een derby. Wie leeft er dan zo'n wedstrijd naartoe van tevoren? Ja, het is toch beter tegen een andere wedstrijd. Hè? Je gaat veller trainen, je gaat meer coachen, je gaat betere besprekingen. En ja, dat leidt tot dit resultaat. En daar zien we hoogst blij mee, ja. Tegen Ruiver moest ik een fouten maken, vooral achterin niet. En nogmaals, ik wil nemen ja, schuld geven of zo, maar we hebben gewoon als collectief gefaald vandaag. En dat is jammer, want dat hoeven we niet. En in zo'n entourage, zo'n wedstrijd winnen, dat is een heerlijk gevoel. Ja, met dit volk om de geer, dat is geweldig toch? Ik ken niet beter. Tot nu toe ging het geweldig dit seizoen eigenlijk. Ja, het ging heel goed. En nu is het zaak om volgende week maar weer de rol om te draaien. Koploper versloot je hier, dus je kind naar boven gaan kijken dit seizoen. Hè? Dat realiseert je. Ja, dat is ook de bedoeling natuurlijk. We stingen op 4 punten achter eigenlijk. Eigenlijk einde met een wedstrijd minder. Nu kom ik op 1 punt, dus alles ligt weer op en ook die gaan punten laten liggen. En ik weet zeker dat we erover heen gaan. Dat is schat van volgende week, noem maar eerst even 4. Nee! Ik zou zeggen 4. Dankjewel, dankjewel. Lekker jongen! En vanuit Ruiver was dit 11 Sport. Elke maandagavond zit er een nieuwe aflevering hier op TV 11. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.